president Chandra Kapper staat Santokje van de Republiek Suriname heeft de vijfde jaarrede voor het Amstermijn gisteren in de DNA uitgesproken. Na het moment vroeg journalist Gil Eik aan Deo Charman, vicevoorzitter van het parlement, of hij tevreden is met de jaarrede die is uitgesproken. Ja, absoluut zeker. En zeker de hele belangrijke mededeling over het tekenen van de FID, heeft alles een beetje overtroffen. Alle vijf jaar redes van de president, ik denk dat deze de meest belangrijke is. En met de ondertekening van die FID en alles wat daarmee samenhangt, denk ik dat we inderdaad op een kruispunt zijn waarbij we als land een bepaalde koers zullen moeten gaan opvaren, waarbij we iedereen nodig hebben. En ik denk dat de oproep van de president in dat kader zeker op zijn plaats is geweest. Die handreiking naar iedereen, naar alle partijen, naar alle deskundigen, naar alle mensen, om een gezamenlijk traject uit te zetten en gezamenlijk ook af te leggen. Dat is erg mooi, dat geeft hoop, dat bindt en verbindt en dat moeten we hebben in dit land. Kan met hetgeen dat de president heeft gezegd, kan de hoop ook voor de bevolking weer opkomen? Want er zijn bepaalde problemen in de gezondheidssector. Absoluut. Ik denk dat we nu zeker moeten gaan verwachten wat diepte-investeringen. Gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, dat zijn de basale dingen. Ik begrijp ook dat Total ook een toezegging heeft gedaan voor investment van een x-bedrag in de gezondheidszorg. Dat is alvast een behoorlijke handreiking voor die zorg. Maar ik denk inderdaad dat al dit soort dingen opgepoetst, opgekalfaten zullen worden, zodat we straks inderdaad ook in deze dimensies meer investeringen hebben, dat er geen brain drain meer plaatsvindt. Het geeft hoop, het geeft perspectief. En ik denk dat na vandaag er enige rust zal komen in een grote samenleving van Ewan Boentamara de. Begrijpt u wel? De toespraak van de president, zeker zijn laatste woorden waarbij hij die handreiking doet, vind ik erg mooi. Maar ook het dankwoord dat hij heeft gericht naar de grote samenleving, voor de dankbaarheid die hij heeft geuit, de offers die ze hebben gebracht om mee te helpen, om die hele strakke agenda die vanuit IMF was uitgezet om die economie weer op rails te krijgen, dat daar die samenleving aardig mee heeft geholpen door buigbaarheid, medewerking te tonen om uiteindelijk dat traject goed af te leggen. Daar zijn we dankbaar voor, ook aan de grote samenleving. Dus er zijn genoeg redenen om op te noemen om te zeggen dat we hoopvol gestemd moeten zijn. Daarnaast, meneer Charman, de verkiezingscampagnes die zijn eigenlijk al van start gegaan. Hoe plaatsen we dat naast? Verkiezingen is een ander chapiter. U weet dat er allerlei zaken worden geroepen vanuit politieke podia. Dat moet je niet zo, moet je altijd met een korreltje zout nemen. Hoe zeggen we dat? De soep wordt niet zo heet gegeten als het wordt opgediend. Je moet natuurlijk respectvol blijven, dat hebben wij ook in Suriname. We kennen geen verkiezingscampagne, verkiezingen met geweld en al dat, en intimidatie en al dat soort dingen. Dat moet helemaal weg, dat is asurinaams. Dus we hopen dat, ondanks het feit dat partijen voor zichzelf aan het campaignen zijn, dat mag, dat juichen we toe. Maar laat het netjes en correct blijven. Laten we onder alle omstandigheden wel beseffen dat we aan de einde van de dag allemaal Surinamers zijn en broeders en zusters van elkaar zijn. En dat een campagne of een verkiezing ons niet uit elkaar mag drijven. Met de hoop op de toekomst zouden we juist naar elkaar toe moeten groeien. En dat zou heel erg mooi zijn.